Chenangku, Sherwin, Onder Javaanse jongeren wordt er nauwelijks Javaans gesproken. De kinderen van de contractarbeiders werd geleerd eerst Nederlands te spreken. De kans op een betere opleiding en beter werk is groter als je Nederlands spreekt. Wat er gebeurde dat er een schaamte ontstond om de eigen taal te spreken? We testen de kennis van de Javaanse taal onder jongeren op straat. Wat voor vertalen, Javaans? Verloren als we naar die praten. Ja, ik weet het. Ja, je naam is Japan. Ja. Vertalen gewoon. Oh, vertalen. Kan niet. Ik kan Japan niet zo goed praten. Probeer maar. Met Japan? Ja. Ik kan niet hoor, het is moeilijk. De meeste jongens zich nu merk ik schamen zich ervoor als ze Javaans kunnen praten. Alsof het een minpunt is dat je Javaans kan praten. Ik weet weer niet over Javaans taal. Sigilo rote doet van Patrimo. En ik ben hier geboren toch? Kijk, ten aanzien van de jongeren die de Javaanse taal niet machtig zijn, neem ik ze niet kwalijk. Is niet hun fout. Is de fout van hun ouders. Omdat ze hun kinderen de taal niet hebben geleerd. Hoe praat je met je oma? Nederlands en Surinaams. Akut, je opvang van Sudi Kromo. Akut, 27 jaar oud. Akut, Mangon en Den Haag. Koropuchoku. Ik kan meer verstaan dan zelf praten. Om de jongeren toch bewust te maken dat zij de Javaanse taal in ere kunnen houden, naar mijns inziens via de muziek. Via de muziek. Suwerang aparisaya. Dus wat in mijn hoofd kwam plassen, dat zit. Suwerang ketemu saya. Nandito sliramu, nandito sayangku. Aku pengen ketemu. Oh, oh. Ik gebruik niet echt diep Javaans, want ik focus ook op jongeren, zeg maar. Want die jongeren van tegenwoordig, als je met ze praat in het Javaans, zeggen ze: ik versta niet. Dat soort dingen. Maar daarom probeer ik het een beetje makkelijker te doen, zodat ze het kunnen verstaan. Mantje Karso gebruikt in zijn nummers dus geen hoog Javaans. Hij is bandleider van de populaire band Irama Smeltkroes. Behalve muziek maakt hij ook videoclips. Ooit is hij begonnen in een rockband in het district Nikeri. In het begin speelde ik voor een rockband. En ik hou nog steeds van rock. Maar commercieel, Pop Jawa draait hier in Suriname. Dus mijn vader zei van, hey, nog voor Gita Pop Jawa. Dat moet je altijd in je hebben. Er zijn er natuurlijk verschillende niveaus Javaans spreken. Maar waar ik het sterkst in ben, dat is Moko. Dat harde Javaanse, een beetje dat grappige. Maar er zijn wel bepaalde deftige woorden die ik kan gebruiken wanneer er ouderen aanwezig zijn. Maar over het algemeen is het gewoon mokko. Behalve de zanger van Le Freak Reloaded is Stanley Rabidin ook organisator van evenementen. In Reewijk vinden regelmatig Javaanse feestavonden plaats. Stanley zijn grote voorbeeld en Pop Jawa idool is Eddie Silitonga. Dat vind ik mooi. Dat is een traditioneel manier van zingen. Het echt Javaans, met Javaanse toonladder. Dat vind ik prachtig. En dat heeft mij eigenlijk gevormd als zanger. Als het gaat om Javaanse popmuziek in Suriname, dan is het bijvoorbeeld een Maruf Amatstam, een Mantje Karso,
Dan heb je een Jennifer Tordio. Dat zijn die populaire artiesten in Suriname op dit moment. In Nederland zag ik een clip van Sharifa. Zij kan het wel maken als een Japanse artiest. She got the looks, style, the voice, total package. Sharifa komt uit een zeer muzikaal gezin. In 2014 won zij The Voice of Bangsa Jawa. Daarna deed zij mee aan The Voice of Holland, waar zij het tot de battle schopte. Ik wil gewoon heel graag de Javaanse cultuur omhoog houden. En ik hoop en ik durf bijna te zeggen dat ik over, als jullie over 5 jaar terugkomen, dat ik dan een Javaans album heb. Rol van Javaanse muziek met betrekking tot de Javaanse taal, het behoud van onze Javaanse taal, is best wel groot. Want je zingt het makkelijker mee. Het is makkelijker dan gewoon de taal leren met schrift en tekst. Ze kunnen wel zeggen, ja, niemand verzorgt Javaanse taal, wordt wel verzorgd. Maar het is altijd nog steeds beperkt voor een aantal mensen die moeten uit huis om het te gaan leren. Nou, als je kinderen thuis hebt, beginnen ze al heel vroeg met kleine woordjes, een paar woordjes Javaans, zodat die taal nooit helemaal verloren zal gaan. Aku manggon nang Klivia, Taro, Kujuku en aku duwe anak Sito. Aku wong Jawa. Leer je hem ook Javaans? Ja hoor, toch een beetje. We zijn opgegroeid met Javanen, dus we praten wel gewoon Javaan thuis. Bij ons thuis wordt er niet echt Javaans gesproken, maar ik zeg wel steeds tegen mijn moeder, praat Javaans. Maar omdat mijn vader het niet heel goed kan, heeft ze niet echt een reden om steeds Javaans te praten. Maar omdat ik het heel graag wil leren, probeert ze met mij wel Javaans te praten. Ook al spreken wij geen Javaans meer over 10 jaar, de nieuwe generatie. Maar de Javaans muziek zal altijd blijven.